is voor iedereen de eerste keer, dus het is voor de meeste mensen wat wennen. Ik verwacht er heel veel van. Ik denk dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden. Het is iets heel anders. The first impression was the race looks harder. But on the end, we riders, we doing the race. Avant, le point de repère, c'était souvent Gramont. Ça se faisait là, entre les favoris. Maintenant, c'est complètement différent. C'est une amélioration. For sure, when you have three times the Quarmont, it will just a bigger and longer fight than on the muur, I think. Het is iets anders dan dat het was. Hè. Het is heel veel meer minuten in het rood rijden in de finale, denk ik, als de voorbije editie. It's just it's a special thing. You go uphill with cobblestones, you have a flat part and you have a little end uphill towards the top and it's a long sector, it's a hard sector, and especially after such a hard race with so many kilometers. Het is ook een heel ander concept. Ik denk ook meer gericht op de toekomst van het wielrennen. The race is won and then the people and then the country and everyone lives for this. National day, actually. Je zit ook in die streek met een enorm wielerliefhebbend publiek, dus ik verwacht dat er enorm veel volk op die ronde gaat staan. Which helling you do, there's always full crowded people and sometimes you see people twice or three times. Pour ma part, c'est sûr que j'aimerais un jour, pourquoi pas la décrocher. The race will be always the Tour of Flanders. As a rider, it's just this, it's like the Oscar. Het zal een heel mooie dag worden, denk ik. Hoeveel heeft dat nog een bovenrok? Hoeveel heeft er nog? Een dikke crème. Het schrikt toch een heleboel renners af hè, dat het zwaarder zou zijn. Degene die het liefste doet, je zit er ook in en dan zou je klaren, want dus daar ben ik echt wel blij mee. Ik denk wel dat daar iemand, als je echt sterker is, de koers in de beslissende plooi kan leggen. Vroeger was het eigenlijk, je moet vooraan zitten op de Alpe Quarmo. Absoluut vooraan zitten. Maar er zijn voorbeelden legio van nog terug te komen na de Alpe Quarmo. De laatste winnaar, de Kruis, is een man die nog teruggekomen is na de Koppenberg zelfs. Drie keer de Oude Quarmo en Paterberg in de laatste 80 kilometer. Het is niet onderschat, het is niet om mee te lachen. Ik denk deze finale zwaarder dan de voorbije finale. De ronde was te groot aan het worden en het doorsteken en het idee van we moeten ze zoveel mogelijk zien en de prestige van was eigenlijk te groot aan het worden, denk ik. De muur, dat is medisch, een beetje zonde dat hij er niet meer bij is. Maar het zou kunnen dat we na de ronde van Vlaanderen 2012 hetzelfde zeggen over de Oude Quarmont, ook een schitterende berg. Dus biedt voordelen voor heel veel mensen, vooral supporters, om ze daar drie keer of vier keer te zien passeren. Ik denk dat dit zeker het proberen waard is. Specialisten blijven specialisten. Ik zeg, de bergen blijven hetzelfde, alleen de volgorde verandert. Het zou wel eens kunnen zijn dat de beste, maar de echte beste hier gaat winnen. Nooit panikeren. Dat zijn de twee gouden woorden in de Ronde van Vlaanderen.